Koen, gefeliciteerd. Hoe kijk jij op deze dag terug? Ja, super. Het was een zware dag, maar slaagde in wereldkampioen. Super blij. Mooie bekroning op het seizoen. En nu op even gaan vieren. 4 keer 2e, het hele toernooi. De laatste afstand leek je wel een K1 vechter. Ja, de laatste 3 rondes gingen zwaar, maar weet je, het was mijn doel om hem uit zijn ritme te halen bij het begin en tot het zo lang mogelijk onderdoor te blijven komen. En dat is gelukt. En hij heeft gewoon momenten in de race gezeten dat hij een aanval kon plegen of dergelijke. En dat doel is gelukt. En dat je dan weer kampioen wordt, dat is super mooi. En dan ga je achter de paarden al niet. Ja, dat zag je vroeger op televisie. Toen een rintje in de arreslee zat, daar droomde je van. En nu gebeurt het zelf. Dus ja, super mooi om mee te maken. Ja, is dat een inspiratiebron geweest? Ja, zeker wel. Het was natuurlijk een hele mooie schaatser, zeg maar, qua stijl. En dan, dat zijn gewoon beelden die je bijblijven. En dat je het nu zelf hebt, dat doe je net uiteindelijk voor. En dat voelt super goed. Je bent weer bij TBM gekomen. Daar moet je ook super blij om zijn. Nee, ik heb veel aan hun te danken en ik ben super blij dat ik er terug bij kon komen. En dat we met z'n tweeën tot een overeenstemming zijn gekomen op hoe ik het beste kan presteren. En ik denk dat het aardig is gelukt. Ik vond het mooi om net Arjen Bosch en Dirk Jan en dergelijke allemaal van TVM om eventjes om de nek te springen. En ik ben ze super dankbaar voor en ik hoop dat ik het voor hun zo mooi heb afgesloten. Heb je nou een kippenvel als je dat ziet? Nou, ik heb nog niet de beelden terug kunnen zien of zo, maar ik was zo vermoeid naar de finish. Ik wou gaan juichen, maar ik kon echt helemaal niks meer. Ik was echt heel leeg. Ik was echt op. Ik heb bij deze alles gegeven. Ja, je leek wel een klunder. Ja, echt. Het ging nergens meer over. Als ik het denk ik terug zie, dan kan ik erom lachen. Maar het is gelukt en dat voelt supergoed. En ik ben blij dat het zo gegaan is. Dan val je bij je vader in de armen. Ook een speciaal moment. Ja, ik heb er veel dank aan hem te danken. En hij heeft altijd vanaf jongs af aan met al mijn sporten waar ik altijd in heb gepresteerd, is hij er altijd bij geweest en heeft hem overal naartoe gebracht. En ik denk dat dit voor hem ook een hele mooie bekroning is op al zijn werk. En dat is wel de eerste met wie ik het heel graag wil delen. En dat was voor mij ook een heel bijzonder moment en voor hem ook. En dat deed me zeker goed. Maak even een sprongetje naar Sven Kramer. Heb je daar nog contact mee gehad? Ja, voor de race heb ik altijd even met hem gebeld hoe we de 10 kilometer een beetje wat hij zou doen en wat een gouden tip van hem. En mooi om te spreken. Ik heb hem nu nog niet gesproken, maar mijn telefoon gaat op non-stop. Dus dat zal ook nog wel eventjes duren. Je gaat genieten nu. Ik ga nu genieten, zeker. Dankjewel.